Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Joke en ik neem je graag mee in mijn leven van alle dag. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Veel kijkplezier! Het is zondagmiddag 15 november. En er is weer bezoek in de tuin. Een zwarte poes. Bandit heeft hier ook nog gewoond. En ik dacht heel even, hé, Bandit. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want die woont gewoon lekker bij Raymond. En deze is ook wat dikker en varser dan Bandit. Het is maandagmiddag, eind van de middag, 15 november. Even wat lekkers aan het halen voor de konijntjes. Ik ga ze naar bed brengen. Oh, wat is het koud, joh. Dat is lang geleden dat het zo koud is. Koude wind ook. Ik heb het idee dat de wind uit het oosten komt. Oost-Indische kerst voor de konijntjes. Ik stond hier achter in de tuin al een beetje. De voorraad naast het huis is het bijna helemaal opgegeten door de rupsen. En wat nog goed is, daar zitten nog rupsen. Dus, nou ja, dat mogen de rupsen dan maar opeten. Hebben we volgend jaar mooie vlinders. Goedemorgen. Het is dinsdag 16 november. Ik denk dat ik vandaag de keuken eens even lekker ga soppen. En ik heb hier die stekjes nog staan. Die hebben allemaal worteltjes, dus die wou ik ook even planten. Ik heb wat leuke potjes opgezocht. Ik heb deze. 3 potjes in 1. Vind ik wel heel leuk. Dan heb ik er nog 2 van deze. En ik had deze nog. Ja, misschien is het eigenlijk wel een kaarsendingetje. Maar, 1,5 jaar, 2 jaar terug. Toen heb ik met een ex-collega van Raymond stekjes geruild. En een van die stekjes stond in dat potje. Ik vond hem zo leuk. Ik denk, daar moet ik wat mee. En ik ben nog aan het maken. Oeh, het is hier donker. Deze. Even hier naartoe. Is wat dichter, geloof ik. Deze. Dit is een leeg blikje. En daar heb ik dit hoesje omheen gebreid. En ik ben er nog één aan het maken. Ook deze maat. Maar ik heb hier ook nog een hele grote. Daar heb ik ook nog zo'n hoesje omheen maken. En daar wil ik ook nog iets leuks mee doen hier in de keuken. Ik weet nog niet precies wat, maar misschien een plantje erin. Of iets anders. Maar goed, die stekjespoten, ik heb de potgrond, bewaar ik in het tuinhuisje. Maar ja, het is nu best wel buiten. Dus ik heb nu eerst maar even een emmer met potgrond opgehaald. Waarschijnlijk veel te veel te veel. Maar goed, die staat even hier. Dan kan die even opwarmen. Anders is het veel te koud aan de voetjes. Dus ik denk dat ik vanmiddag de stekjes maar ga doen. Dan ga ik nu eerst lekker even soppen. Nou, de stekjes staan in een potje. Dan kunnen ze lekker gaan groeien. En dat andere potje. Dat heb ik maar even in de vensterbank gezet, want... Dat plankje was niet echt ruimte meer. Is dat hier? Dat is de mama. Dat is mama. Goedemorgen. Het is woensdag 17 november. Zo. Ik ben even mijn laarsjes aan het aantrekken. Want ik wil even een stukje gaan lopen. Even een lege fles voor de glasbak. Dus dan kan ik die ook gelijk even meenemen. Want ik wil het toch even uit. Zo. Nu ik niet zoveel meer in de tuin bezig ben. Oeh, veel te koud. En te nat. Wil ik het toch even uit af en toe.
soms dan loop ik 's morgens vroeg. Maar ja, vanmorgen was ik niet zo vroeg. Dus heb ik dat nog niet gedaan. Dus ik dacht, dan moet het nu maar even. Het is niet mooi weer. Nee, het is koud en vochtig en, nou ja, waterkoud, zullen we maar zeggen. Oh, ik moet mijn sleutel goed opbergen. En dan, nou ja, dan zie ik je later. Dan ga ik nu eerst aan de wandel. Zo, dat was wel een hele korte wandeling. Ik was de straat nog niet uit en ik ben weer teruggegaan. Want het begon te spetteren. En er komt een donkere lucht aan dat ik denk, nou, er kan wel een flinke bui komen. Ga ik niet doen. Ik ga me niet nou laten regenen. Zo belangrijk was het nou ook weer niet. Dan een andere keer maar even. Ik ben er klaar voor. Schat voor. Mijn receptenboekje erbij. Ik ga een cake maken. Uit dit boekje. Hola. Dit is een heel oud boekje. Volgens mij uit de jaren 50. En die zat ooit bij een oven. En toen mijn ex en ik gingen trouwen, toen hebben we van zijn oma en opa de oven gekregen. En daar staat dit boekje bij. Nou ja, niet dit boekje. Want ik ben ooit dat boekje kwijtgeraakt en heb het uiteindelijk weer gevonden in een kringloop. Want door dit boekje ben ik toen brood gaan bakken. Er stonden de simpele recepten in om brood te bakken. En dat ben ik toen gaan doen en ik vond dat zo leuk. Maar ja, we zijn een paar keer verhuisd en toen is het boekje kwijtgeraakt. En dat vond ik altijd zo jammer. En toen bij een kringloop, jaren later, vond ik hem dus weer terug. Dus ik kon het niet, ja, die moest ik gewoon meenemen natuurlijk. En nu bak ik er nog steeds wel eens dingetjes uit. Heel erg leuk. De beslag is klaar. Zit in de vorm. Oh, en mijn oven is klaar, dus dan kan hij erin. Moet er altijd best wel lang in zo'n cake, hè? Maar goed, ik heb alle tijd. En hebben we vanavond bij de koffie wat lekkers. Nou, daar gaat hij. Ik zal je straks nog even het eindresultaat laten zien. Ik ga nu eens de rommel weer opruimen. De cake is klaar. Ik denk dat ik alleen beter een iets kleinere vorm had kunnen gebruiken. Hij is niet zo hoog geworden. Maar hij ruikt wel heel lekker. Ziet er ook wel goed uit verder. Nou ja, dan is hij niet zo dik. Als hij maar lekker is. Ja, ik heb weer mijn schort aan. Ik leek wel zo'n keukenprinses. Ik ga nu pannenkoeken bakken. Even een pannetje met een beetje water. Dan zet ik even mijn bordlap en een deksel. Dan blijven de pannenkoeken warm als ik ze heb gebakken. Ik ben bezig met mijn beslag maken. Ik doe er ook altijd een beetje kaneel in. Ja, dat ook. Oh, dat vind ik lekker. Geeft net even wat meer smaak aan de pannenkoek, vind ik. Snufje zout erin. Nou, en verder ei en melk en bloem. Simpel. En daarna, als ik ga bakken, gooi ik even een plakje ham en kaas in de pan. Beslag erover. Simpel, maar lekker. Ik ga aan de gang, want krijg ik straks moppers dat eten niet klaar is. Het is donderdag 18 november. Ik zie tot mijn grote schrik dat mijn andere sinaasappeltje ook niet zo heel goed gaat. Ik kwam er per ongeluk tegen aan. En toen stootte er een blaadje af. Dus ik pak dat blaadje. En toen viel er een heleboel af. Ik hoop dat ik hem nog kan redden. Ik denk dat ik het bovenste stukje eraf moet halen. Hier. Zodat ik hem kan stekken.
En dan hopen dat het stekje weer wortel krijgt. En dat ik hem dan alsnog kan redden. Ga ik nu gelijk doen. Oeh, het voelt echt wel herfstig nu. Dikke wind. Allemaal blaadjes. Bewolkt. Maar ik wilde je nog even laten zien. Dat ben ik gisteren helemaal vergeten. Ik heb de kale basplant weggehaald. Hij ging zo erg dood nu dat ik dacht, van, nou ik haal hem er nu maar uit. Er zaten wel van hele kleine kale basjes aan. Maar ja, daar was niks meer aan te redden. En ik heb nog een heel stuk van de groentetuin verder ook omgespit. En achteraan zie je allemaal blad liggen nu. Elke keer als ik nu ergens veeg of wat blad van het gras afhaal, dan leg ik dat op de groentetuin. Dan kan ik dat van het voorjaar er weer bij inwerken. Mooi weer extra mest voor de groentetuin. Jawel, ik heb eens weer een reactie van de gemeente over hiernaast. Ja. Ze schuift het op ziektes, vakanties van collega's. Dat ze dus niet heeft kunnen reageren. Nu is er bij de woningcoöperatie eens weer geen zicht op een nieuwe woning voor die meneer. Die caravan die moet er weg. Dan is het probleem in één keer opgelost, zegt ze. Ja, dat weet ik. Doe dat dan. Oh, zo frustrerend dit. Maar ja, omdat die caravan bij de buurman op het erf staat, moet de buurman dat dus eigenlijk zeggen dat hij daar weg moet. Maar ja, de buurman doet dat niet. En de brief is verstuurd. Dat weten, ja, dat ook inmiddels. Ik zal ook een kopie krijgen, heb ik dus niet gehad. En de gemeente gaat controleren. Nou. Ik weet het niet hoor, maar... Nee, ik geloof er niet meer in. Maar ik ga niet opgeven. Goedemorgen. Het is vrijdag 19 november. Ik ga wat spannends doen. Het schijnt droog te blijven vandaag. Hier in het noorden schijnt zelfs de zon te kunnen gaan schijnen. Dus ik ga mijn was buiten hangen. Voornamelijk keukenwas vandaag. Handdoeken, theedoek, vaatdoekjes, dat soort dingen. En het voelt ook absoluut niet koud. En ja, ik ga het proberen. Ik zie het wel. Het is niet heel veel was, dus ach, doe maar. Mocht het gaan regenen, nou ja. Dan moet ik maar even rennen, hè. Oepsiekee. Zo, nu nog even mijn droogmolen opzoeken. Oeh, niet laten vallen. Ik ben vandaag ook eens even weer in de Lego-kamer bezig. Oeh, Vincent de Viet staat ervoor. Oh, het is wel heel erg donker, hè. Sorry. Ik heb het lampje niet aangedaan. Zo. Oké, dan gaan we weer naar het licht toe, hoor. Beter. Ik vind het nog wel donker trouwens. Maar ja, het is ook nog best wel vroeg. Volgens mij is het net 8 uur. Nog geen 8 uur. Zoiets. Maar goed, ik ga mijn wasje hangen. En ik zie je later. Ik ben op de Lego-kamer. En ik wil eens een beetje gaan opruimen hier. Tafel even weer netjes maken. Er zijn nog een paar dingetjes die hier op tafel staan. Die moeten nog even op de foto. Zodat ze op marktplaats kunnen. En dan kan de tafel weer leeg. Op deze plank heb ik wat Lego staan. Er zijn setjes die niet compleet zijn. Maar die ik zo leuk vond dat ik ze daar maar even neer heb gezet. Maar die ga ik uit elkaar halen. Zodat ik de onderdelen weer kan gebruiken voor andere setjes. Dat wil ik ook gaan doen. En dan kijk of ik misschien nog wat meer
setjes uit mijn voorraad nog kan toveren. En ik moet eens weer op zoek naar een nieuwe partij. Maar ja, er staan niet zo heel veel op Marktplaats. En sommige mensen vragen gewoon zoveel geld voor een partij Lego. Dat ga ik niet doen. Het moet wel leuk blijven. Maar goed, ik ga aan de slag. Nou, de plank is leeg. De tafel was leeg. Ik heb alleen hier nog op de plank een leuk konijntje. Oh. Ook die klopt niet helemaal. Dat oortje is donker en dat oortje is licht. Horen allebei licht te zijn. Maar goed, ik vind hem zo schattig. En de rest staat hier nu. Dan kan ik het uit elkaar gaan halen. Ik pak mijn kwast er even bij. Mijn kwast. Dan kan ik het gelijk even afstoffen. Als ik het uit elkaar haal, zoek ik het gelijk even op onderdeel. Zodat ik het straks weer in de bakken kan doen. Het uit elkaar halen van Lego duurt bijna net zo lang als het in elkaar zetten. En daar liggen alle onderdelen. En in de boot, schip, vond ik een schatkist. En jawel, de schat zit er nog in. Ze zijn er niet mee vandoor gegaan. Oh, even je het kan zien. Diamantjes. Oeh, 3 diamantjes. Grappig, hè? Lego is echt wel leuk, hoor. Maar goed, ik ga het opruimen en dan moet ik zomaar eten koken. Want we eten dus in de middag warm vandaag. Want Vincent, die moet om 1 uur bij de tandarts zijn. Dus die is vandaag verder vrij. Want ja, voor die tijd was het niet de moeite om naar stage te gaan. Na die tijd niet. En hij is vandaag vrij. En vanavond gaat hij klimmen. Dus eind van de middag moet hij weg. Dus we eten tussen de middag warm. Hoeven vanavond alleen een broodje te eten. Hoeven dan niet zo te haasten. En dan zie ik je later weer. Wat was het weer prachtig weer vandaag. Ik ga mijn wasje eraf halen. Die is droog. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En ik zie je graag in een volgende vlog.